doet hier in vredesnaam een stukje boerenkool in. Hallo kidoki, allemaal superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb weer een opgemaakt video voor je van de maand februari. Volgens mij zeg ik het ieder opgemaakt video, maar de tijd gaat echt gewoon asociaal, idioot en eng snel eigenlijk. Maar goed, ja, het is niet al te veel, het is niet al te weinig. Daar heb je helemaal niks aan als ik dat zou zeggen, want dan weet je nog niet of het veel. Ja, een beetje gemiddeld. Ik heb het idee dat ik de laatste tijd wel steeds een beetje minder opmaak. Maar dat komt denk ik ook, en dan gaan de mensen misschien heel erg lachen omdat ik minder spullen heb. Ik had eerst zoveel meer spullen en nu is het gewoon allemaal een beetje minder. En ik heb het idee dat je dan ook wel wat minder opmaakt. En van zeg maar de dingen waar ik nog steeds heel veel van heb, kan ik ook echt gewoon genieten. Anyway, laten we gauw gaan beginnen. Ook twee make-up producten opgemaakt, trouwens altijd bijzonder. Maar dat doen we zoals altijd op laat. Ik zie de grootste verpakking liggen en dat is een Aveo crème bad. Kom ik met mijn Duits, hè? Hou je vast. Kuschool. Geen idee. Maar het is een beetje een katoen. Hè, zoals je fresh linnen, zeg maar. Een zacht geurtje in ieder geval. Ook heel erg lekker. Vooral voor in de avond in bad te doen. Voor woonschuim. Ja, het ging inderdaad goed schuim. En Aveo is het eigen merk van de Müller. In Duitsland is het een soort van parfumerie en drogist in één. Nou ja, en ik heb ook heel veel shoptrips van opgenomen. Ik zal proberen aan te denken dat ik ze ergens link. Maar deze was prima. En ik ben ook wel benieuwd naar andere geuren nog. Maar het was een rustig, zacht geurtje. Dan zie ik een conditioner van Naughty. Dat is te koop bij de Kruidvat. En dat is voor krullen, dames. Normaliter heb ik natuurlijk krullen, maar ik heb het nou een keer gesteld. Omdat het zo pluizig was en zo. Iedere keer als ik dan krullen maak, dan is het echt gewoon één grote ontplofte bende. En ik ga nou proberen iedere week even mijn haren nacht in de kokosolie te laten. Ja, weken, zullen we maar zeggen. En dan handdoek eroverheen. En dan hoop ik dat het beter wordt. Maar deze conditioner is heel erg fijn. En die heb ik ook alweer een nieuwe in gebruik. Cruelty free. Ja, voor curly en wavy haar. Wavy hair zat heel veel goede voedende ingrediënten in. Volgens mij is die ook CG proof. Maar het derde ingrediënt is al kokosolie. Nou, dat is toch hartstikke tof. En deze heb ik alweer een nieuwe in gebruik. Dat is dus ook een beetje. Ik begin ook steeds weer een beetje meer merkvast te worden. En daardoor heb je dus ook minder dingen die je tussendoor gebruikt. Dus ook minder tussendoor opmaakt. Nou zeg ik niet dat dit mijn vaste conditioner merk wordt. Want eigenlijk is het daarvoor te duur. Want ik ben van een conditioner. Omdat ik dikke haar heb en veel nodig. Maar voor nu is het echt prima. Nou, dat ik gewoon twee tuben heb. Ook iets wat ik al opnieuw in gebruik heb, is de Clay & Glow Hyaluronic Acid Toner. Dit spul is geweldig. Ik kreeg hem opgestuurd als PR ding, zou ik maar zeggen. En ik heb er volgens mij ook een volledige review video van gemaakt. Tenminste, best wel een aantal producten van Clay & Glow, waar ik dan een hele video van heb gemaakt. Maar de ingrediënten zijn super goed. Er zitten ook niet allerlei onnodige ingrediënten in, waardoor dus de ingrediënten die werkzaam zijn minder goed kunnen werken. Volgens mij zitten er 4 ingrediënten in of 6 of zo. Ja, het eerste ingrediënt is water, zit er altijd in. Tweede ingrediënt hyaluronzuur. Derde ingrediënt vitamine C. Vijfde ingrediënt niacinamide. Zesde ingrediënt panthiol, dat is vitamine B5. En dan nog 2 andere ingrediënten. Dus alles wat je nodig hebt in een tonic zit erin. Dat is wat ik nodig zou hebben in een tonic, zou ik maar zeggen. En deze heb ik dus van mijn eigen geld. Ik denk dat ik zakgeld krijg, maar niet voor PR-doeleinden opnieuw gekocht en zelf in gebruik. Dus deze is top. En dan heb ik een Nivea micellair water, vitamine C micellair water opgemaakt. Ik gebruik minder micellair water dan eerst. Ik ga voor het eigenlijk iedere avond in bad. Heel erg. Maar ik kom daar echt van tot rust. Mijn hoofd is heel erg druk en gaat heel de dag van hot naar her en op en neer. En de meeste, ja, mijn ADHD hoofd, gewoon de meest rare gedachten ever komen altijd in me op. En als ik s'avonds in bad ga, dan worden die gedachten echt een stukje rustiger. En tegenwoordig doe ik wel minder water in bad. Ik probeer een beetje milieubewust te zijn, maar aan de andere kant denk ik, ja, weet je, het helpt. En zolang het geen wiet of een joint is of weet ik veel wat of ander troep en een bad word je rustig van, dan is het prima als dat het is, zeg maar zeggen. Maar hier zit ook behoorlijk wat vitamine C in.
het derde ingrediënt. En het vierde ingrediënt is niacinamide. Nou denk ik wel dat het voor micellair water misschien iets minder uitmaakt, omdat je daarna toch nog een cleanser gebruikt. Maar dit gebruikte ik heel vaak om mijn make-up eraf te halen als ik niet meer in bad ging. Als ik wat 's avonds laat thuis kwam of... Hè? En deze heb ik ook al een nieuwe in gebruik. Nee, dat is niet waar. Ik heb een dupe van Balea in gebruik. Ja, van Balea, het eigen merk van de DM. Maar dit is beslist niet de laatste fles die ik opmaak, want dat is eigenlijk gewoon heel erg fijn. Oh, dan zie ik nog iets voor het haar. Dat had ik eigenlijk even net moeten doen. Een mishandelde fles van Yari. Ken je... Komt vaker terug op mijn kanaal. Inderdaad, als ik krullen maak. En als ik hem een tijd lang gebruik, merk ik wel dat mijn hoofdhuid iets vetter wordt. En dat ik net wat meer jeuk. Ik moet hem niet maanden achter elkaar gebruiken. Maar als ik hem gebruik op het moment dat ik krullen wil maken, dan is hij gewoon heel erg goed. En er zit ook geen SLS in of SLAS. Allebei niet. En hij is CG-proof, dus dat is helemaal prima. Ik zie een nagellak remover van Ebeline, eigen merk van de DM. Deze is niet heel anders of bijzonder dan onze nagellak removers, hoor. Ja, fruitig frisse geur. Nou, nee, was gewoon acetonlucht. Maar ik heb eigenlijk altijd nagellak remover met aceton. Dat is net wat meer body, zeg maar zeggen. Ik heb een soort scrubber nodig. Dan hebben we wat... vitamine-achtige dingetjes. 3 potjes. Die zijn niet... En een doosje. Die zijn niet alle 4 op. Maar zitten hoofdzakelijk nog in mijn dispensertje. Ik gebruik altijd heel graag huid, haar en nageltabletjes. En als ik deze niet gebruik, merk ik... Ik denk binnen 3 maanden of zo wel verschil. Ik merk dat ik het aan het gebruiken ben, merk ik het niet direct verschil. Maar dat komt natuurlijk omdat ik vooruil voor mijn nagels. Ja, dat zit natuurlijk... Ja... Zeg maar vanaf de bodem moet het gaan groeien. Dus het is ook logisch dat het even duurt. Maar ik merk echt zoveel verschil. Mijn nagels zijn zoveel sterker als ik deze gebruik. En die zit nou gewoon in mijn make-up. Mijn make-up spencer. Mijn medicijn spencer. Waarin ik het tabletje van de dokter heb. En multivitamine en deze dan. En soms slik ik er dan nog iets bij. Bijvoorbeeld. Nou toevallig ashwagandha. Ashwagandha zou moeten helpen om te slapen. Is een ontspanner. Kan ook samen met andere medicijnen. Nou ja, als je me volgt, misschien wel dat ik antidepressiva gebruik. Ik heb dat nodig, helaas. En dat kan er ook gewoon mee samen en zo. Dus ja, deze is dus ook op. Die zit ook nog in mijn medicijndispensertje. En er zijn ook echt wetenschappelijk onderzoek dat het ook bewezen is dat het echt rustgevend is. En dat je er echt beter van slaapt na een aantal weken gebruik. Dan heb ik zink, methionine en koper opgemaakt. Dit gebruik ik vooral als ik verkouden ben. Ook wetenschappelijk bewezen, zink en vitamine C. Als je verkouden bent, als je de eerste symptomen op voelt komen. Nou, na 1,5 dag ben ik van mijn verkoudheid af. Als ik relatief veel vitamine C en zink slik. En dan hebben we nog vitamine D3. Slik ik eigenlijk altijd standaard. Ook met het oog op somberheid en zo. En vooral in de winter heb ik daar nog wel eens last van. Dus die slik ik eigenlijk ook altijd bij. Het lijkt zo als ik het zo zie dat ik best veel slik. Maar eigenlijk valt dat best mee. Ik slik ook niet om te slikken. Weet je, ik weet waarvoor. En ja, en die zink slik ik dus ook niet iedere dag. 4 minis opgemaakt die alle 4 in mijn opmaakproject zaten, zou ik maar zeggen. Ik heb een tijdje geleden een mini project opgenomen waarin ik alle minis wil gaan opmaken. En dat zijn er deze maand 4. De Ritual of Karma Malt Body Scrub Paste. Ondanks dat er malt stond, vond ik hem nog best wel redelijk grof, maar ik vind dat niet erg, want ik hou van een grove scrub, weet je. Je moet de scrub moet wel iets doen. En als ik hem echt een mild vind, dan doe ik hem op een scrub handschoen. Ritual of Karma vind ik lekker, maar niet iets dat ik denk van, oh, daar wil ik een volledige pot van hebben. Ik denk dat ik hem na een keer of 10 gebruiken tegen ben gesmeerd. Maar deze was gewoon heel fijn. Ik geloof dat hij in een adventskalender van de Rituals zat. Dan Drunk Elephant. Een heel populair merk in Amerika. We hebben tegenwoordig ook bij de Douglas. De Jelly Cleanser. En dit was een... Ja, een jelly cleanser. Van gelei-achtig iets. En deze zat in de adventskalender van Curl Beauty. Heb ik niet afgelopen jaar, maar het jaar daarvoor mezelf cadeau gedaan voor kerst. En dat is echt een geweldige kalender trouwens. Maar deze vond ik ook heel erg fijn. Eigenlijk had ik hem misschien moeten bewaren op vakantie. Maar ja, aan de andere kant. Kan maar op zijn. Fijn. Niet dat ik echt denk, ik merk verschil. Een knijp. Plegebad. Werkkoesjol.
Waar zou dat koesje dan toch zijn? Zoek het dan even op. Geen zin in, want dan moet ik naar beneden lopen om mijn telefoon te pakken. Waar ik heel erg goed vind dat ik eraan gedacht heb om beneden neer te leggen. Want anders krijgen we tussendoor steeds ping, ping. En dan zeg ik tegen mezelf, als dat gebeurt, zet dan ook je telefoon uit als je gaat filmen. Maar dat is dan al te laat. En dan ben ik er gewoon trots op dat ik er gewoon aan gedacht heb om beneden neer te leggen. Maar ja, dan kan ik dit soort dingen niet opzoeken. Lang verhaal, zeg. Maar dit is een badolie. En hier heb ik 3 keer mee gedaan of zo. Lekker zacht, maakt je huid zacht en dergelijke. Heel erg fijn. En dan heb ik wederom een mishandeld flesje van de Body Shop, de British Rose. Volgens mij zat deze ook in de adventskalender van afgelopen jaar, die ik ook heb opgestuurd gekregen. Waar ik heel veel plezier van heb om lekker te gebruiken, zeg maar zeggen. En lekker de spullen te gebruiken. En British Rose vind ik ook heel erg lekker, dus dat scheelt ook. Ik zie nog iets voor in bad. Volgens mij zat deze ook in de adventskalender. Muscle ontspanning, spierontspanning. Ja, weet ik niet. Maar ook gewoon heel erg lekker. Inderdaad een beetje citrusachtig, maar er zat ook wel iets sterkers tussen. Ja, een beetje zoals body of spierbalsem ruikt. Dus ik snap de associatie wel. En hier heb ik ook, hier heb ik 2 keer mee gedaan. Arnica flower extract. Wat is arnica? Misschien heel erg dom, maar ik weet het niet. Maar het zal vast iets goeds voor je spieren zijn. 3 maskertjes en dan heb ik nog 2 make-upjes. En mag ik even een applaus dat er geen vitamine C masker bij zit deze maand. Ik ben eigenlijk gewoon andere maskers gaan gebruiken. En daar ben ik heel erg trots op. Vitamine C. Mijn haar wordt steeds weer pluiziger. Of lijkt het nou maar. Vitamine C masker is natuurlijk mijn favoriet. En dan, als je dat dan alleen gebruikt, maak je andere maskers niet op. Sands Pomegranate Boost. Deze kocht ik bij de Normal. Die Vort in Tilburg zit. Hoezee. Normal is een Deense-Zweedse drogist. Daar heb ik ook een shoptrip van opgenomen toen ik in Kopenhagen was. En in Malmö. En die zit nou dus in Tilburg. Het is een soort van outlet drogist of zo. En daar hebben ze dus ook heel veel W7 make-up. W7 is een goed budgetmerk make-up dat vaak andere merken nadoet. En echt niet onverdienstelijk ook hoor. Misschien dat ik daar nog een keer een video over kan maken. Maar dan ga ik weer geld uitgeven. Nou, anywho. En daar verkopen ze ook Sense. En dat is een soort van eigen merk. Die hebben ook hele fijne serums en zo. En ik wilde er heel graag iets van meenemen. En deze vond ik heel erg fijn. Ingrediënten zagen goed uit. Huidje wordt er zacht van. Vrouwtje is blij. Dan, hier heb je me ook al 1 miljoen keer over gehoord. De Secret Key Treatment Essence Masker. Oh, dit is zo geweldig. Echt fantastisch. Komt van YesStyle. Het is Koreaanse skincare. Maar Koreaanse skincare is echt veel beter dan Europese, andere westerse skincare. Vind ik in ieder geval. Hier zitten galactomyces in. En dat is dus ook waar SK-II, de hele bekende, opgehypte Koreaanse skincare merk, op gebaseerd is. En deze heb ik 10 nieuwe gekocht op YesStyle. Dus ik kan voorlopig weer even vooruit. En als ik deze op heb, dan merk ik echt dat of dezelfde dag of de dag erna mijn huid zo mooi is. En mijn make-up zo mooi zit. Echt, als je gewoon een goede ondergrond hebt en een goed gehydrateerde huid, dan zit je make-up ook veel mooier. En dat merk ik echt met deze. Ik zet een kortingscode in de beschrijving. Er is een affiliate, maar dan sponsor je ook mijn kanaal weer. Want ik koop daar ook weer andere dingen van die ik dan ook weer test, zeg maar, op mijn kanaal. Dus voel je ook vrij om hem niet te gebruiken trouwens hoor. Maar dit is echt een geweldig masker. Ik had een favoriete van 2023 willen doen, maar ik ben er niet aan toegekomen. Maar dan had deze er zeker in gezeten. En dan wel van Balea, maar een andere variant. Het Vital Keramide Toegmasker. Dat is ook gek om de eerste dingen het Engels te zeggen dan Duits. Qua werking vond ik hem prima. Zitten ook inderdaad goede voedende ingrediënten in. Maar de geur. Dit is echt zo'n Gloria van der Beeld geur. Ik bedoel niet oneerbiedig, maar een beetje oude vrouwenlucht. En daar bedoel ik niet mee dat als jij die geur hebt en hem lekker vindt dat je dan een oude vrouw bent. Maar ik kan niks aan doen. Ik hoop niet dat ik iemand beledig. Maar ik heb gewoon die associatie. En die krijg ik niet weg. Komt denk ik ook omdat mijn oma die altijd had. En dan kwam ik altijd bij ons oma binnen. Ons oma zeggen. En dan rook ik Gloria van der Beeld. Dus die associatie die krijg ik gewoon niet weg. Zeg maar gelinkt aan mijn oma. Lieve schat hoor. Maar en daarom zou ik hem denk ik ook niet opnieuw kopen. Want dat hangt wel heel de tijd in je neus. Ik heb er volgens mij nog 1. Die ga ik ook gebruiken. En ik ga verder niet veel over mouwen. Maar ik weet niet. Ik had niet zoveel met de geur. Dan 2 make-up producten. En ook niet zomaar. Maar echt 2 grote favorieten. Mijn favoriete primer van oude klas.
De Mineralveel Primer. Ik heb hem opengeknipt. Hij is helemaal van haven tot gort leeg. Volgens mij klopt die uitdrukking niet, maar dat terzijde. Volgens mij past haven tot gort niet bij leeg. Maar dat terzijde. Dit is de beste primer die ik ooit heb gehad. En ik heb hem nu niet opnieuw, want A kost zo'n tube €120, geloof ik. En dan heb je ook wel kleinere varianten en die zijn dan €80, maar dat is nog heel veel geld voor 30 milliliter. En ik ben nou een aantal primers van Elf aan het gebruiken die ik in verhouding zeg maar, tot de prijs ook goed vind. Deze is veel beter, houdt veel beter mijn vette huid en zo in bedwang. Maar voor de prijs is zeg maar niet die meerprijs waard voor wat er beter aan is dan deze. Snap je? Voor praat ik weer. Shit. Maar ja, ik ga hem niet opnieuw kopen. Tenminste voorlopig niet. Maar hij is echt geweldig. En dan heb ik ook iets opgemaakt. Wat ik nooit gedacht heb ooit op te maken. Maar dit is de Bobbi Brown Longwear Cream Shadow Stick. Deze is van boven tot onder op. En dat had ik niet zien aankomen. Ineens kreeg ik hem niet meer omhoog gedraaid. Dit is wel echt mijn oogschaduw stick voor op luie dagen. Want hij is geweldig. Geweldig gepigmenteerd. Blijft geweldig zitten. En dan had ik vaak hem alleen op mijn ooglid. Soms nog een beetje een heel licht bruin kleurtje in de crease. Eyelinertje, mascara en klaar. En dat is eigenlijk de meeste van mijn vroege diensten verlopen zo. Dan neem ik me de dag ervoor voor om me mooi op te maken. En dan gaat om 5:30 mijn wekker en denk, als ik mijn make-up niet doe, kan ik nog een kwartier langer blijven liggen. En heel vaak kies ik daar dan toch voor. Ik heb gelukkig ook vaak late diensten en dan doe ik mijn make-up altijd uitgebreid. En op vrije dagen eigenlijk ook wel. Maar deze is helemaal op. Helemaal krijg ik gewoon niet meer open gedraaid. Juhu. Focus. Ja. Krijg ik gewoon niet meer open gedraaid. Dit was alles wat ik heb opgemaakt. Wat doet hier in vredesnaam een stukje boerenkool in? Ik heb gisteren boerenkoolstamp gemaakt. Maar ik kan nou niet een route bedenken, zeg maar, hoe die boerenkool vanuit mijn rouw ook, vanuit mijn pan in mijn opgemaakt bakje is gekomen. Ik bedoel, die staat in mijn, altijd in mijn badkamer. Ik kan echt niet een route bedenken hoe die van mijn keuken naar mijn badkamer is gekomen en rauw. Maar goed, dat terzijde. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Ik hoop dat je wilt abonneren. Doe dat ook vooral even. Ik weet niet wat ik van mijn haren moet vinden. Ik weet het even niet. Misschien had ik het nog een beetje beter moeten stylen of zo. Maar goed, dat terzijde. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Doe even een druk op de rode knop. Duimpje omhoog. Help je me ook mee. Laat een reactie achter. Vind ik leuk. En wil ik je een fijne dag wensen. En tot de volgende keer. Doei!